Deze doet het zo, die doet alleen de plak, plak, plak. En hij houdt de plak met die eraf. De andere kant ook. Kijk, het is zo. Ik heb alleen niet gezien waar die van de chilisjes zijn. Wat is de meisje niet goed gelukt? Hey lieve kijkertjes, daar zijn we weer! Met een leuke verdrieting van Nederland. Jalicia. Jada. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op Koela. Vandaag gaan we, ja? Stoombootje maken. We gaan lekker knutselen. We hebben bouwpakketjes gekocht van een stoomboot. Mogen we wel even kijken. En zo moet je eruit gaan zien. En zo moeten we in elkaar gaan zetten. En dan gaan we samen met jullie doen. Oh ja, zo. Nou, we zeggen haal de spulletjes er maar uit. En leg het maar allemaal eerst even op de tafel neer. Maak je eigen kant-en-klare stoomboot surprise in. Nou, dat gaan we dan doen. Dit is een voorbeeld. Zo moet hij worden. Gaan jullie dat zelf lukken? Nee. Nee? Nee. We spreken zo. Ga eerst zelf proberen. Als je een vraag hebt, als je er niet uitkomt, dan vraag je papa of mama om te helpen. Ja? Ga eerst maar eens heel even zelf proberen. Dit nummertje 1 is het doosje, dus je moet het uit het doosje halen. Dat hebben we al gedaan, dus dat is goed. Dan gaan we naar 2. Je moet kijken, 2 is rood. Staat hier ook geschreven, zijkant kajuit. Wat is een kajuit? Weten jullie dat? Nee, een kajuit is op een boot. Dit is de boot. Is het huisje waar de bestuurder in zit, is een kajuit. Een huisje op een boot is dat. Dat is een kajuit. Ja, maar dat vind ik moeilijk. Nou, dat hou je wel. Hier, jij mag deze uitknippen. En die moet je aan twee kanten doen. Heb jij ook een schaar? Recht knippen. Hier. Deze lijn zo afknippen zo. Nee. Ja. Heel goed. Ja. En dan deze lijn afknippen. Nee, rechter. Ja. Ja, knippen maar. Ja, heel goed. Moet ik deze doen? Ja. Kijk, deze. Nee, zo deze. Hier, zo. Die zo doorknippen. Wij maken texel. Nee, we maken niet de tekst, we maken er geen uit hiermee. Kijk, moet je snel eruit? Nee, nog niet. Zometeen. Knippen. Langs de rand. In deze hele lange kant. Nee, deze. De volgende opdracht is om dit gele uit te knippen, dat gele vierkantje. Ja, het gele vierkantje moeten jullie uitknippen. Alsjeblieft. Kijk eens, schat. Ja. Dat is het gele vierkant. Ja, goed recht langs de stippellijn, hè? Want dat wordt het dak. Moet ik helpen iemand? Nee. Nee? Dit zotje die staan. Die kan je plakken. Ja, die gaan we ook zo meteen plakken. Goed zo, jongen. Nee, één stukje. Gewoon goed vouwen. Dan kunnen we die dadelijk aan het doosje plakken. Gevouwen. Heel goed, netjes. Antje? Popcorn, gaat wel lukken. Gaat het lukken, schat? De andere kant ook. Kijk, het is zo. Lieve schat, kijk. Deze moet je opplakken, niet half-half. Dit is dubbelzijdige tape. Zo, Jelisha. Goed, zo, Jaden. Heel goed. Ja, die andere ook. Mm-hmm. Lukt het, Jason? Kijk, Jelisha, papa. En hij plakt. Jawel, hij plakt. Goed bezig. Handje. Kijk. Look. Waar heb je het geplakt? Nee, je hebt hem hier maar wat voor de kraf gehaald. Kom hier. Goed strak trekken, jongen. En dan goed vastpakken. Goed zo, Jason. Goed bezig, jongen. Jason, wat doe jij? Ik moet hem weer eraf en je laat dat je het erop. Ik ga Jason ook zo even helpen. Nee, hoeft niet. Nee, hoeft ook niet, oké. Hij wil niet helpen. Moet je iets strakker doen, want je eigenlijk had moeten vouwen. Kom maar. Ik spreek deze strak. Ja, maar kijk, zo is hij strakker. Zie je dat? Jason! Jason, kijk.
Zo is het strakker. Gaan we die kant ook doen dan, ja? Ga je gang. Plakplank. Alsjeblieft. De eentje doet een twee, die doet alleen de plakplank op. En hij haalt de plakplank niet eraf. Maar hij is wel heel gek met het. Hij is eigenlijk gewoon zo veel. Ik voel niet. Ik voel steeds niks. Al die rondjes moeten uitgeknipt worden. Kunnen jullie zelf? Pak, pak ondertussen even de data van jullie. Dat kan nog ook even wat pitstuk gepakt. Kijk eens, ik zie die zeef van me geplakt. Ja, ik zie het. Heb je wat dingen gedaan? Ja, ja. Ik heb gewoon lijn gepakt. Dat werkt voor mij iets makkelijker in iemand. Die doet een zuidige teek. Mama kan goed knippen. Kan mama goed knippen? Ja, mama is daar sowieso handig in, hè? Alsjeblieft, lieve schat. Wat was jouw rondje? Deze? Ja, van Jaden. Die is van Jaden, oké. Alsjeblieft, je mag weer plakken, dat is het raam. Oh. Hier heb je dus een beetje lijn. En aan de voorkant moet je die plakken zoals op het voorbeeld beschreven staat. Kijk zo, zie je dat? Daarna mag Jaden dat ook doen, want ik heb jouw raam ook klaar. En jij hebt al rondjes uitgeknipt, dat is fijn, want dat zijn namelijk de zijramen. Op het voorbeeld. Zie je? Kijk, papa, ja? Ik heb ook geknipt. Papa, kijk wat ik doe. Heel goed. Maar wel een beetje veel lijn. Moet iets minder lijn gebruiken, schat. Maar papa, heb ook te kippen. Ook lijm. Draai jij je bootjes om, Jelicia? Dat is niet goed, schat. Daar moet eerst een gele onder en dan die blauwe. Juist, wie had er eerst onder moeten? En dan die. Heb je gewist? Ah, kijk, goed zo. Draai zo. Juist, perfect, zo zo. Oh, die niet. Dat is gewoon een blauwe raam. Goed zo. En dan moet je hem rond maken. Het is een schoorsteen die bovenop het dak moet zo meteen. Ja, heel goed. Wat is er, schat? Is hij leeg? Nee. Ik geloof niet dat het helemaal goed gaat, schat. Ik ga dadelijk bij je kijken. Papa. Ja, is die tegenplak goed zo. Dan moet je al die... Nee. Hij heeft een plakband. Ja, je plakband heb je vastgemaakt. Dat is goed. Ja, doen we zo meteen wel. Doe je zijn onderkant maar allemaal even openvouwen. Ja, jou begint al een beetje een boot te worden. Was je schoorsteen wat ik je net vroeg om te maken? Ja. Weet je niet veel. Nou, dan heb je geen schoorsteen. Wat je voor je, hè? Niet bovenop de deksel, hè? Iets onder de deksel, ja. Oh, dan beginnen de bootjes toch een beetje vorm te krijgen al, hè? Ik heb alleen niet gezien waar die van Jelicia zijn. Nee, ik ben bang dat ze alles zo uit elkaar geknipt hebben. Ai. Dus ik ga proberen op te lossen. En hopen dat het gaat werken. Eén bootje is... ja, is jammer. Maar ik denk dat ze namelijk de schoorstenen gewoon zo uit hebben geknipt in de verkeerde blaadjes. Ja, goed, hij is wel zover klaar, hè? Alleen nog vlaggetjes eraan. Die heb je al aangekweerd, ze hoeven hem maar aan te plakken. En schat, wat ga je doen? Raampje plakken. Raampje? Ja, vlaggetje heeft hij ook al. Leuk, joh. De golven moeten natuurlijk nog erop gemaakt worden. Dan zijn we zo'n beetje klaar, hè? Kijk, die van Jelicia, die is heel mooi geworden. Wij zijn klaar. Ja, maar je hebt het echt helemaal alleen gewerkt vandaag, hoor. Ik vind het echt super. Echt heel mooi geworden van jou, Jelicia. Ik heb het helemaal alleen gewerkt. Zullen we die alvast een beetje wegzetten? Ja. Dan blijft hij goed, hè? Ja, we laten hem zo drogen. Ja, we laten hem dat drogen, ja. Zo, dan kan hij van de andere jongens er niet aankomen. En schat, lukt het? Mag ik handen wassen? Jason is nog bezig. Ga even kijken wat Jason blijft met handen wassen. Dan kunnen we wissen. Dan mag hij handen wassen. Die is vaak. Alsjeblieft. Dank je wel om te helpen. Alsjeblieft. En krijg ik ook. Want de plakpot is graag. Moet je helpen? De plakpot is graag. Oké. Moet je helpen, jongen? Of kan je er alleen? Maar het is goed gelukt. Goed zo, Jaden. Dus, wat is de meisje niet goed gelukt? Nee. Dat
Nee, niet goed gelukt. Misschien is het leuk als jij die golf hier nog aanplakt aan de onderkant. Dan is hij ook wat mooier gedecoreerd. Bij mij staat de boot niet. Nee, jij hebt het niet, maar ja, hij vond hem wel kaal. Hij vond hem niet gelukt en zo is hij wat leuker. Die van jou is veel mooier. Kijk, is het toch meteen een stuk leuker, Jason? Mooi. Dat. Nou, zullen we maar laten gaan drogen dan? We gaan hier naar binnen, gaan we lekker wachten. En gaan we kijken als we dadelijk het is opgedroogd. Jaden, ik vind dat jij wel de allermooiste hebt van de drie. Moet je maar niet zeggen tegen Trisha en Jason, hè? Dat doe ik niet. Oké. De andere twee zijn even iets anders aan het doen. En dan kunnen we dadelijk even spelen met de bootjes, hè? Als ze wat droger zijn. Mijn pakje is wat water. Wil je pakjes water? Hij heeft een pakjes en zoen. Ja, het zijn mooie woorden, hè? Ja, maar je kan je pakjes. Ja, daar kun je een cadeautje in doen. Dat is ook een surprise, noemen ze dat, hè? Nou, vonden jullie het leuk? Ja! Wie sluit de vlog af? Jaden? Ja. Geef je op en krijgen we allemaal de kans. Tot ziens! Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneeknop te drukken. Dan mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel!